Welkom bij Yuki Boekhouden. Bedankt voor de aanvraag die je zojuist op onze website hebt ingediend. In deze videoboodschap willen we jou een korte indruk geven van wat Yuki is en wat we voor jou kunnen betekenen. Wat wij als Yuki willen bereiken is dat we jou gaan ontzorgen van de administratie en dat je zelf 24/7 inzage en controle blijft houden op je boekhouding. Vanuit Yuki bieden we je hiervoor twee mogelijkheden. De eerste mogelijkheid is dat je de boekhouding door Yuki laat verwerken en dat wij ook de maandcontrole en de btw-aangifte verzorgen. Je huidige accountant of boekhouder kun je als extern accountant toegang geven tot Yuki voor het verzorgen van de jaarrekening en advies. De tweede mogelijkheid is dat je de boekhouding volledig bij Yuki uitbesteedt. In dat geval zullen we naast het verwerken, de maandcontrole en btw-aangifte ook de aangifte inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting en jaarrekening samenstellen. Wanneer hier interesse in is, krijg je een accountant vanuit Yuki toegewezen. Yuki werkt namelijk met meerdere partners door het hele land, zodat je niet alleen online met ons kan communiceren, maar je ook van ons persoonlijk contact gebruik kan maken. Ongeacht van welke mogelijkheid je gebruik gaat maken, ga je via het Yuki-platform al je financiële documenten, zoals je facturen en bankafschriften, aanleveren. Dit kan bijvoorbeeld door middel van scannen, uploaden, mailen, de Yuki-app, Dropbox en Google Drive. Maar ook aan de webshop-administraties hebben we gedacht en hebben we inmiddels verschillende koppelingen met platforms zoals Magento en SEOshop. Voor het aanleveren van de bankafschriften hebben we op dit moment een koppeling met ING, Rabobank en ABN AMRO. Wanneer we deze documenten hebben ontvangen, zal Yuki deze binnen 24 uur aan de hand van onze slimme herkenningssoftware voor jou verwerken. Heb je vragen over Yuki of de administratie? Dan is het natuurlijk mogelijk om telefonisch contact op te nemen. Maar vanuit het platform kun je ook heel makkelijk communiceren aan de hand van de vraagbutton. Daarnaast hebben we ook een chat voor de supportafdeling. En kies je uiteindelijk voor een volledige uitbesteding, dan krijg je ook persoonlijk contact door middel van een van onze Yuki-partners. Via de Yuki Postbus houden we je door middel van onze controle op de hoogte of je administratie volledig is. Op het moment dat we bijvoorbeeld facturen of bankafschriften van je missen, zullen we tijdig op de hoogte brengen zodat de btw-aangifte uiteindelijk op de juiste manier verstuurd kan worden. Alle documenten die je bij Yuki aanlevert komen terecht in je digitale archief. De bovenste plank met grijze mappen betreft jouw financiële administratie. De onderste gekleurde mappen zijn puur voor eigen gebruik en hier kun je alle niet-financiële documenten in digitaliseren. Alle financiële documenten gaan we uiteindelijk voor je verwerken in een financiële monitor. Via deze monitor laten we je in één oogopslag zien hoe de administratie en dus jouw onderneming er op dit moment voor staat. Er komen verschillende punten voorbij, maar wil je bijvoorbeeld uiteindelijk veel meer weten over de bedrijfslasten, dan hoef je daar alleen maar op te klikken. En zo zie je een specifieke uitwerking van deze lasten tevoorschijn komen. Uiteindelijk kun je net zo ver doorklikken, totdat je uiteindelijk terechtkomt bij het document wat je hebt aangeleverd en dus niet bij het ouderwetse journaalpost. Dit maakt het heel makkelijk en heel inzichtelijk om met Yuki te werken. Het brondocument is dan ook hetgeen wat in heel Yuki centraal staat. Op deze manier zie je dat Yuki zich richt op de ondernemer die zich volledig wil focussen op het ondernemen en niet te veel tijd wil kwijt zijn aan de boekhouding, maar wel waar en wanneer dan ook zelf wil kunnen bepalen wanneer hij of zij inzage heeft in de boekhouding. Naast deze mogelijkheden zijn er natuurlijk nog veel meer elementen waar je in Yuki gebruik van kan maken. Denk aan het factureren vanuit Yuki, het registreren en factureren van je uren of het werken met projectadministratie. Kortom, er zijn verschillende mogelijkheden en wij zijn natuurlijk erg benieuwd naar je indrukken van Yuki en waar je interesse naar uitgaat. Er zal binnenkort in ieder geval contact met je worden opgenomen om dit te bespreken. Voor nu willen we je in ieder geval heel erg bedanken voor de getoonde interesse en natuurlijk voor de aandacht.